En die eerste gemaakt. We starten hier de winterfair in Soest. We willen dat uitproberen of het wil aanslaan in Soest. De hoornblazers, de midwinterhoornblazers, dat is een hele oude traditie uit het oosten van het land. Daar die werd gebruikt om elkaar te waarschuwen van dat de nieuwe jaargetijden aankwam. Een paar jaar geleden is het verklaard zelfs tot erfgoed in Nederland. Nationaal erfgoed. En die hebben wij vandaag voor het eerst hier uitgenodigd. Met winterhoornblazen, dat doen we alleen in de adventsperiode. Van de vierde zondag voor de kerst tot en met drie koningen. Dat wil de traditie zo. En dat is al eeuwen het geval sinds de kerstering hier in Nederland. De hoorns die maken de blazers zelf. En, dat betekent dat je de verschillende tonen kunt maken met verschillende lipspanningen. Dan proberen we wat melodieën te blazen. Ik stam graag voor de muziek. Er is chocomel en kluwijn. Zoek de verleiding, oliebollen bakken. Ja, dat denk ik ook. Die oliebollen van de street, toch? And when you cross the street, look where you're going, Santa. Santa, I love you so. I hope you never get lost in the snow. Take your time when you want back, Mr. Santa, don't hurt your back.